Het boek Judas van Astrid Holleder wordt in 12 landen uitgebracht. Volgende week verschijnt het in Amerika en nu al wordt er volop over geschreven. How a notorious gangster exposed his own sister, luidt de kop van een 12.000 woorden tellend artikel in het prestigieuze tijdschrift The New Yorker. Wat is toch die internationale fascinatie met een Nederlandse crimineel? Aan tafel misdaadjournalist Jan Meus. Jij wordt ook genoemd in het artikel in The New Yorker. Misschien toch wel fijn. Prestigieus. Het is mooi. Ik heb met de journalist in kwestie gesproken. Ja. Was leuk gesprek. Wat maakt dat er zoveel aandacht is vanuit het buitenland voor dit toch wel Nederlandse verhaal? Ja, dat heeft mij in eerste instantie ook verbaasd. Ik dacht altijd, de Holleders, of het Jordaan Cabaret, zoals Willem in de rechtbank de gebeurtenissen in zijn familie inmiddels omschrijft. Ja. Ik dacht, dat is echt een heel typisch Nederlands verhaal. En pratende met onder andere Patrick Keefe, die dat stuk gemaakt heeft, kwamen we er ook wel achter dat dat een aantal gewoon hele universele thema's in zich heeft. Dus het is een bekende crimineel in Nederland. Maar dat geld, die heb je ook in Amerika of in Engeland. Of in, overal heb je notorious criminals, om ze in slecht Engels te omschrijven. En dat Holleder is er daar één van. En daar zitten gewoon een aantal dynamieken omheen die eigenlijk alle culturen in alle culturen hetzelfde zijn. En wat Oscar Vergelderen, de uitgever van Astrid Holleder, zei, ieder land heeft eigenlijk een Holleder, maar vrijwel geen enkel land heeft een Astrid. En dat maakt. Dat is de kern waardoor het buitenland denkt, hé, dat is toch. Ik denk dat dat het verhaal bijzonder maakt. Maar we hebben geen Astrid Holleder. Nou ja, ik kan me geen, ze zullen er misschien wel zijn, maar ik kan me niet zo heel snel verhalen voor de geest halen waarbij een grote bekende crimineel in een land uiteindelijk mede ontmaskerd wordt door een van zijn zussen. Ja. En dat is natuurlijk toch wat ons allemaal fascineert aan die familie. Hè? Wat daar intern allemaal aan de hand is en hoe het zo gekomen is. En kennelijk heeft dat ook een soort van internationale dimensie. En dat maakt dat los. Ja. Nou heeft de journalist van de New Yorker in die 12.000 woorden, dat heeft hij onder andere gebaseerd op heel veel gesprekken. Ja. Onder andere met jou. Ja. Maar ook met Astrid Holleder. Ja. Met eigenlijk alles en iedereen. Ja. Jaloersmakend, lijkt mij. Ja, prachtig, hij heeft het goed gedaan. De eerste zin, ik moet het toch even zeggen, is schitterend. Astrid Holleder has arresting blue eyes. Had je het maar bedacht? Had ik het maar bedacht, ja. Inderdaad. Nee, maar het is een zin die nog veel langer doorgaat. Maar ik ken nou ja, helemaal het is typisch zo'n stuk in de New Yorker natuurlijk. Het is heel goed geschreven. En maar hij heeft contact gehad met een aantal mensen om haar heen. Dus, die haar gesproken hebben. Dus Peter R. de Vries, Ik zei de Gek. De uitgever Oscar van Gelderen. John van der Heuvel. Een aantal van dat soort mensen. Maar ook met haar moeder. Dus de moeder van Astrid en Willem, met Sonja, met de kinderen van Sonja. De dochter van Astrid staat er, wordt niet opgevoed in ieder geval sprekend. Je hebt zelf ook wel met Astrid Holleder gesproken. Ik heb het eerste interview met maar haar. Maar dat is maken. Alweer een tijdje geleden. Dat was in begin 2015. Maart. Heel makkelijk is het niet meer. Nee, maar om er nog zeg maar een hele nieuwe draai aan te geven. Haar verhaal is in ieder geval voor mij zeker bekend. Maar met andere woorden, is het voor iemand van de New Yorker wat makkelijker om toegang te krijgen tot deze familie, wat redelijk uniek is? Ja, nou ja, het is hem gelukt. Dus hij heeft dat goed gedaan. Daar zit natuurlijk ook wel een belang achter, want zij hebben een boek te verkopen. En dat, nou ja, goed, het verschijnt in 12 landen van Amerika, Engeland, Zweden tot Zuid-Korea, meen ik. Goed, daar is gewoon een belang om dat zo te doen. En dat zal mede bepaald hebben dat hij die toegang heeft gekregen. Je komt er zelf in voor, dus ik neem aan dat je het stuk toegestuurd gekregen hebt. Nee, zo gaat dat niet bij de New Yorker. Je krijgt, dus ik heb hem ergens in maart gesproken. En ik kreeg vorige week een mailtje van de factchecker of ik even een paar vragen wilde beantwoorden of het allemaal klopte. Ja, maar inmiddels kan iedereen het lezen. Het is digitaal beschikbaar. De papieren editie moet nog verschijnen. Staan er nieuwe dingen in? Nee, er staat voor mij geen echt nieuws in. Kijk, het is mooi om te lezen hoe de moeder van Willem en Astrid Holleder Willem typeert. Of mooi, het is fascinerend om te lezen, is een beter woord. Een aantal van dat soort dingen zijn zeg maar, voor een insider zoals ik goed. Nou, leuk om te lezen. Het vertelt eigenlijk gewoon de geschiedenis van de Holleder vanaf de Heineken-ontvoering. En de vader die bij Heineken werkte en al die details vertelt dat helemaal. En het laat ook een beetje zien wat voor land Nederland is en hoe deze familie
tot een bekende criminele familie in Nederland. Krijg jij af en toe ook het idee dat deze hele Holleder-kwestie met boeken... er wordt geloof ik een serie van gemaakt en een film... en ik weet niet wat er allemaal gaat verschijnen. Nu vertaling in 12 landen. Mm-hmm. En daar is het einde ook nog niet in zicht. Mm-hmm. Dat je denkt, ik krijg er af en toe ook wel een beetje viezige smaak van. Nee, dat heb ik in alle eerlijkheid niet. Kijk, true crime is in alle landen die ik ooit bezocht heb, is dat altijd, daar is altijd een fascinatie voor. En het laat namelijk een stukje van ons land zien en het vertelt iets over wie we zijn en hoe we in elkaar zitten. Dus dat zie je eigenlijk in alle landen. Er is bijvoorbeeld recentelijk is een prachtig boek verschenen over de Golden State Killer. Dat is een seriemoordenaar die aan de westkust van Amerika vreselijke dingen heeft gedaan. Nou goed, dat is een zoektocht van een vrouw die gefascineerd was door die moordenaar. Daar is een serieus publiek voor dat soort boeken. Andere kant van het verhaal is dat het een serieus verhaal is. Mm-hmm. Dit is het leven van Astrid Holleder met deze beroemde broer. Mm-hmm. Met veel geweld, veel bedreigingen. Ja. Zij kan niet meer normaal over straat. Nee. Wat in de ogen van het publiek misschien toch ook wel op een misschien romantische manier wordt ontvangen. Ja, maar tegelijkertijd denk ik ook wel, het is een authentiek geschreven boek. Je kan er kritiek op hebben, maar het is een authentiek goed geschreven boek, vind ik. En ik denk dat ook het succes van dat boek verklaart. Ik denk het feit dat zij het zelf heeft gedaan, dat het niet door de ogen van een ander wordt verteld, maar door haarzelf, is denk ik een van de aantrekkingskrachten van het boek. En dat internationaal, zoals ik al zei, ik heb met die Patrick Keefe zitten praten. En nou goed, dan krijg je natuurlijk, ga je van alles uitleggen over hoe Nederland werkt en hoe zo'n familie daarin kan functioneren. En dan kom je er eigenlijk op een gegeven moment achter dat, zeg maar, criminaliteit en subculturen waar criminaliteit kan gedijen, dat een soort van universele waarden met zich heeft. Dus je ziet altijd dat er grote waarde wordt gehecht aan familie. Dat mensen aversie hebben tegen de overheid en dat je niet over elkaar mag praten. Dat zie je in Nederland. Je ziet dat in Marokkaanse familie waar op dit moment veel sprake is van criminaliteit. Dat zie je bij de Hollanders. Gaat het ongetwijfeld goed doen? Ik denk het wel. Dank je wel. Graag gedaan.